We hebben allemaal de afgelopen week zeg maar gevolgd, de kwestie van het kindje Seth Benwari. Sunweb TV heeft aan het begin van de week een gesprek met de moeder van Seth gehad en zij heeft toen haar verhaal aan ons verteld. We hebben ook gebeld toen met mevrouw Aiduna Emanuelson en zij zou eigenlijk terugbellen naar ons. Ik gaf toen aan, want ik heb dat interview gedaan, dat we daarna niks meer van haar hebben gehoord. Ik heb nu begrepen dat ze dus wel had gebeld. Waarschijnlijk heb ik mijn telefoon niet gehoord, dus dat heeft dan aan mij gelegen. Inmiddels is er weer heel wat gebeurd. Gisteren werden we opgeschrikt door het nieuws dat de vader van Seth door de politie was ingerekend. Dat de hele familie op het politiebureau Latour was. En we hebben vandaag wel een gesprek gehad met mevrouw Aiduna Emanuelson. Om ook van haar kant uit te horen wat zich precies heeft afgespeeld, eigenlijk tot nu toe afspeelt. Luistert u mee. Het is namelijk zo dat ik aan het werk zat, die bewuste maandag. Ik denk het 27 februari moet zijn geweest, toen ik gebeld ben geworden door een van de medewerkers. Nee, ze heeft eerst een app gestuurd met een video. Ik zette mijn computer toen op lock. Ik ben naar buiten gelopen en ik heb haar toen gebeld van, hé, tante, wat is er? Toen zei ze, mijn baby Seth heeft een ongeluk gehad. En het eerste dat ik tegen haar zei van, tante, zie je, ik blunder. Je fuck me op. Sorry dat ik het zo ruw moet zeggen, maar ik blunder. Ik heb toen neergelegd. Ik moest echt even bijkomen, want ik wist wel dat dit voor heel veel zou zorgen. Ik ben naar binnen gelopen naar mijn kantoor waar de moeder van zit. Ook te werk gesteld is. Ik heb er 3 keer geroepen. De eerste 2 keer heeft ze niet meteen gereageerd, maar de 3e keer zei ze van, is er iets met mijn zoon? Met dat? Kom even. We zijn toen naar buiten gegaan. Ik heb haar toen dat filmpje gewezen. En ze zakte in elkaar, begreep ik. Ik probeerde haar te troosten in het bijzijn van andere collega's. Het is op de een of andere manier gelukt tussen aanhalingstekens vanwege de emoties. Ik heb toen afgemeld dat ik voor de dag niet meer kan werken. Ik heb toen een taxi gebeld. We zijn naar hier gekomen. Hier aangekomen zag ze haar zoon weer en ze begon weer te huilen. Ik probeerde haar eigenlijk te kalmeren, wat ook niet lukte. Ik zei haar van, Janice, kijk, ik snap je. Het gaat om je zoon, ook al was het mijn kind, zou ik me ook zo opgesteld hebben. Ik zei haar ook nog even goed, wie ben kaka of zo, maar ik kan dat niet doen omdat we geen collega's, we waren niet gewoon collega's. We waren meer dan collega's, we waren net zusters. Toch? En ik zei nog even goed, maar ik kan dat niet doen omdat ik dan geen mens ben. Ik ben een beest. Ze is hier gekomen, ik probeerde haar te kalmeren. Ze wou toen weggaan. Ik heb haar toen gezegd van, je gaat nergens. Ik kom met je mee. Ze wou niet met haar ook al vechten we hier weer. Fit leek toe manja, maar je gaat niet alleen. Want ik kan het niet laten dat er is iets met je zoon gebeurd. En als hoofdverantwoordelijke laat ik je alleen naar huis gaan. Nou, ik ga dat niet doen. Mijn buurvrouw kwam aan, ik belde een taxi. Ik kon geen taxi vinden, mijn buurvrouw kwam aan. Ik heb haar toen gevraagd van, hey, kan je me snel wegbrengen met Janice? Want haar zoontje heeft een ongeluk. Zij kwam van de opleiding, ze is moe, begrijpelijk. De man kwam aan, hij heeft ons toe afgezet, thuis, bij de vader van Seth. Ik kwam daar, ik heb me netjes voorgesteld. Ik heb toen aan die oma van Seth, dus de vader zijn moeder, aangegeven van, mevrouw, uw zoon of uw kleinzoon heeft een ongeluk gehad, zo breed, zo smaak. Ze nam die jongen, oh, sheetjes, zei ze, je hebt nooit ogen genoeg om op kinderen te letten. Toch, ik ben niet daar gegaan om mezelf te zieven. Ik was niet hier. Ik heb alleen doorgespeeld wat aan mij gerapporteerd is geworden. De vriend kwam toen aan en hij maakte een opmerking. Hey, shit. Ik heb je gezegd, ik wil me zo niet bij de oppassen. Hey, shit. Hij ging naar binnen. En wat ik hoorde was het geluid van een hoer die je op de grond trekt. Het is voor mij gevaar. Ik weet precies wat gevaar is. Ik begon me geen pis aan te doen. Ik begon weg te lopen. Toen zei een vriend van hem met wie hij is meegekomen van, dit is een politiezaak. Ik zei van, ik vind het niet erg. Als ze een aangifte wil doen, moet ze sowieso ook doen. Want morgen moet je niet horen, ik wil dingen met de mantel der liefde bedekken. Ik speel dat spelletje niet mee. Ik heb toen nog gezegd aan Janice. Janice, ik ga tante Sio halen, begin alvast naar politiepost te gaan. Ik kom naar huis, ben tante Sio komen halen, we gaan naar politiepost. Ze was eerder daar met haar moeder. Een agent sprak met ze. Ik heb me netjes aangemeld. De agent is toen naar me gekomen. Hij heeft me gevraagd, mevrouw, wat is er aan de hand? Ik heb hem toen verteld wat weer aan mij is gerapporteerd. Ik was niet hier. Ik was samen met de moeder van Seth aan het werk. Hij heeft die tante toegevraagd. Die tante heeft haar zegje gedaan.
Hij is weer bij Janice gegaan en haar moeder. Toen kwam hij naar me toe. Toen zei hij van mevrouw, maar dit ding hoefde niet. Toen zei ik van, nou, is goed dat ze hier is geweest, want morgen ga je iets anders horen. Toen heeft hij me gevraagd als ik voor de kosten kan opdraaien. Ik ben akkoord gegaan. Janice is ook akkoord gegaan. Ik heb er terstond 600 SRD gegeven in het bijzijn van de politie. Heb ik er 600 SRD gegeven. Ik ga ervan uit. We zijn tot een besluit gekomen. Je gaat akkoord. Het ding is gebleven. Ze is toen weggegaan. Ik ben toen naar huis gekomen. Want het is hoe je draait of keert. Er is iets gebeurd bij jou. Je kan de rest niet zo laten. Ik wil weten hoe het komt. De dag of de uren verstreken. In de middag tegen iets van voor 17:30 stuur ik Janice een app. Hoe gaat het met Zet? Ze reageert niet op mijn app. Ze begint, ik wil weten welke tante mijn kind heeft mishandeld. En per heden is Zet afgeschreven. Ik zeg toen nog anderen, het is je voorrecht om je zoon af te schrijven. Maar niemand heeft je zoon mishandeld. Santa. Ze begon maar door, maar ik snap. Ze was in een emotionele sfeer, emotionele stemming. Ik snap dat. En ik wilde niet meer halen en trekken in haar sms, omdat ze me niet gaat begrijpen. Je bent zo emotioneel, waardoor je bepaalde dingen niet tot je gaat nemen. Ik heb het gelaten. De volgende dag ga ik naar het werk, dinsdag 28. Ga ik naar het werk. Ik ben bezig en tot mijn verbazing, een ander collega in het bedrijf geeft aan een ander collega 1, wij zijn collega 2, van hey, kijk wat Janice heeft gepost. Dus dat is er een lichtje bij mij gaan melden van hey, laat me toch gaan kijken wat ze heeft gepost. Ik zet mijn computer weer op lock. Ik ga kijken wat er aan de hand is. Ik vraag een van mijn andere collega's van, kan je voor me kijken wat Janice heeft gepost? Ze heeft iets van die jongen gepost. Ik vind het erg, nog steeds. Maar tot mijn verbazing ga ik in die reacties. En ik zie dat Janice, haar vriend, mijn foto heeft gepost. En dat ga ik niet accepteren toch. Ik heb toen aangegeven van, kijk, ik kan niet doorwerken. Ik ga aangifte doen, is zwaar en laster. Je komt aan mijn imago, je geeft de wereld alle informatie over mij, waar ik woon en hoe ik heet. Ik ga aangifte doen. Dus niet het bericht van Janice, als ik het goed begreep, is een probleem. Mijn foto in die reacties moest ze verwijderen. Want hoe komt je vriend aan mijn foto? Je hebt hem gegeven toch? Ik heb nooit contact gehad met je vriend. Jij hebt je vriend mijn foto gegeven toch? Dus dat stukje moest verwijderd worden. Niet die post voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Dat ding is gebleven. Ik ga naar politie. Pas later. Er wordt met haar gebeld om die foto te verwijderen. Maar waarschijnlijk heeft zij het verkeerd begrepen. Ik denk dat de politie het ook verkeerd heeft. Ik kwam even erin, omdat ik ook gebeld ben geworden door de politie na dat interview. En men had mij ook gevraagd om met mevrouw Janice te praten, om die post te verwijderen. Wat ik eerlijk gezegd ook niet snapte, want in die post zie ik Gismat El Asser, is haar ervaring, toch? Haar ervaring, wat ze heeft meegemaakt. En het is de recht om dat te doen. Ik had geen problemen met die post. Want hoe je draait of keert, het gaat om een kind dat eigenlijk een ongelukje. Ik zeg geen ongelukje, ik zeg een ongeluk heeft gehad. Dus het is je recht als moeder om dat te plaatsen op Facebook. Zodat het in het vervolg niet meer gebeurt en dat men dat ziet. Dus alle oppassen is dat men eigenlijk alert en verantwoordelijker mee omgaat. Want hoe je draait of keert, mijn tante heeft geblunderd. Ik ga eerlijk zijn. Ik heb gezegd, if tante moest stroten, tante ook stroten. Ik ga niemand zeven. En daarom heb ik weer gebeld met de dienstdoende agent om die tante alleen te verhoren. Want ik als moeder, ik zet mezelf niet als crashleidster. Ik als moeder wil ook weten wat er is gebeurd met dat kind. Hoe je draait of keert. Giel, ik heb geen hart van steen. Ieder die me kent weet precies hoe ik in elkaar zit. Ik heb toen gevraagd aan die agent van agent B. Ondervraag die tante alleen voor me. Misschien wil ze niet praten waar ik erbij ben. Misschien is er toch iets anders, toch, dat speelt. Dat ze niet wil vertellen in mijn bijzijn. Dus ondervraag haar. Ze moest zich aanmelden, ze is geweest. Maar terugkomend op dat van dinsdag. Er is met haar gebeld. Ze moest zich toen samen met haar vriend aanmelden woensdag. Om 10:00. Ze is niet geweest. Ik was daar, ze is niet geweest. Ik heb vanaf maandag niet meer gereageerd op haar sms, op haar berichten, de WhatsApp-berichten die ik nog steeds in mijn telefoon heb. Ik ga bij die agent. Ik vertel mij voor haar. En tot mijn verbazing kom ik 2 spraakberichten tegen van haar vriend waarin hij mij bedreigt. En dat ga ik niet accepteren.
waar hij vindt van mijn legging. If mijn legging, dan moet je naar de politie gaan. If hij vindt dat mijn legging, dan moet je me opsluiten. Te. Ik zeg altijd, we gaan dingen niet proberen, of ik probeer dingen niet te laten escaleren. Ik hou van mijn rust. En dat weet Jenny ook. Ik heb toen mijn verhaal gedaan bij die agent. Ze is niet geweest. En tot mijn verbazing, die twee voiceberichten heb ik nog steeds in mijn telefoon waar hij me bedreigt. Er is weer een aangifte gedaan. Ik ga u die berichten laten beluisteren straks. Asantang. Donderdag gaat voorbij. Vrijdag gaat voorbij, het weekend. Dinsdag of woensdag van de afgelopen week, is jullie zaken geweest voor een huisbezoek. Ik heb niks te verbergen. Die mannen moeten hun werk doen, omdat ik ook wil weten wat er met Zet is gebeurd. Want hoe je draait of keert, ik word nu geplaatst in een bepaalde, in een heel ander context waar ik niks mee te maken heb. Ik was niet hier. Janice en ik waren aan het werk. We waren beide aan het werk. Toch maar, als ik kijk naar reacties die mensen plaatsen. Weet u, mijn grootmoeder zei, maar eens een vijand van de vrouw is een vrouw. En ik geloof het nu pas. Want als ik kijk naar alle reacties die er geplaatst zijn. De meeste reacties hebben vrouwen geplaatst. Je ziet misschien twee of drie mannen ertussen. Maar de meeste reacties, afbrekende dingen die mensen van die vrouwen, van me, die vrouwen voor een andere vrouw wensen. Zo afbreken. Maar ik heb gezegd, ik ga niet meer reageren. Ik heb me nog even stilgehouden, maar ik heb gezegd, vandaag is het genoeg. Want mensen geven me nu een heel ander stempel dat ik niet verdien. Ja. Ik heb een heleboel dingen zien langskomen. Zo zijn aangegeven dat u buitengewoon agent van politie bent en dat de politie u daarom beschermt. Dat... Het is niet waar. Ik ga u één ding zeggen. Als je niet lui bent om te werken, ga je werken. Toch mensen moeten geen dingen aanhalen. En dit komt van Janice, ik weet het 100%. Mensen gaan een heleboel dingen aanhalen, ze is dit, ze is dat. Ik ben inderdaad een duizendpoot. Maar ik hoef niet aan A en B te komen vertellen, ik ben dit of ik ben dat. Het is voor mij. Omdat ik geen luie vrouw ben, werk ik. Ik kan van alles doen. Wat ik niet ga doen, minoseer misschien nooit. Maar werken om aan mijn brood te komen, om mijn kind te verzorgen, ga ik altijd doen. Kijk, ik betreur het vanuit deze plaats, wil ik toch ook mijn verontschuldigingen bieden aan Janice. Toch, ondanks dingen een hele andere wending hebben gehad. Janice Benoiré. Ik heb je drie keer geroepen. Ik bied mijn verontschuldigingen aan. Omdat je precies weet hoe we in elkaar zitten. Je weet het. En je laat je nu ophitsen. Dat ding heeft een hele andere wending genomen. Je weet precies hoe we in elkaar zitten. En ik vind het erg, hoe je draait of keert, nou mam, ik moet doen aan een boomprit mee. En dat vind ik zo erg. Mensen reageren zo fel. Mensen wensen de dood van me. Dan doen ze mij het consult me kiri, dan doen ze een heleboel dingen. Maar ik zeg, ik ben een sterke vrouw. Ik ga niet stoer komen doen hier. Mijn tantes hebben geblunderd omdat ik de hoofdverantwoordelijke ben. Komt het op meetbordje, ik wil mee tikken. Ik neem het, het is ook een les voor mij. Het is ook een les voor mij, ik hou van kinderen. Overal waar ik ga, mag u vragen naar Aiduna Emanuelsen. Maar het heeft een hele andere wending gehad en dat was niet de bedoeling. Ja. Ik kom toch weer even terug op het geval zelf. Wat zij heeft verteld, dus dat is aangegeven dat het een beat is van een ander kind. Dat wordt ook door een heleboel mensen in twijfel getrokken dat dat het geval is. Wat dacht u toen u het zag? Gail, ik ga eerlijk zijn. Toen ik het zag, liep het voor mij niet op een beat. Daarom heb ik gezegd, ik heb gevraagd aan de inspecteur om dat zaakje weer te onderzoeken. En ik ben zo blij dat u bij OM zit. Zo blij ben ik. Omdat ik ook wil weten hoe het komt. Eerlijk gezegd, iemand met verstand, als je naar Zet's gezicht kijkt, zie je niet echt een beet. Ik heb hem gezien en hij had ook tot in zijn mondje. Ik ga eerlijk zijn. Toch? Ik ga eerlijk zijn. Ik zeg altijd van, speel open kaart. En dat blijf ik altijd doen. Als je echt naar Zet's gezicht kijkt, zie je niet echt een beet. Anders zou je die tandjes ook zien. Dus ik geloof dat ook niet? Voor 60% niet. Maar als wat ik zeg, wat de tante gerapporteerd heeft, ik kan niet zeggen, ja, het is waar. Nee, het is niet waar. Ik was niet hier. Ik was niet hier. Een ander ding dat ze had aangehaald, dat de moeder heeft aangehaald in het interview met mij. Zij vond dat u koud had gereageerd. Koud? Wat bedoel? Heeft u dan niet gevraagd wat ze bedoelt met koud? Ze vond uw reactie koud na het gebeuren. Ik weet wel dat toen ik haar dat geld heb gegeven, ik haar heb gezegd,
Ik kreeg mijn kwitantie nog. En ik ben meteen weggegaan omdat haar reactie naar mij toe, ondanks mevrouw Castillon weet hoe ik met haar dochter omga, ondanks de dochter weet wat voor band we hebben, vind ik dat je als moeder een bepaalde lichaamshouding niet kan aannemen. Ik snap er, het zijn de emoties, je bent boos, je raakt. Maar stel je toch ook volwassen op en stel je open. Toch ik zeg van, tante heeft geblunderd. Dat tante is gehaarke is niet haar plicht. Maar ik zeg altijd van, kijk, als je een propje ziet naast dat huis of een wipes, ruim het even op mijn stem af. En dat heeft ze waarschijnlijk onderschat. En dat je zit van maandjes met een kind van 2 jaar zit, is ook helemaal verkeerd. Dat mag niet. Stem af en daar is het waarschijnlijk misgegaan. Want had je duidelijk afgestemd met de andere tante, dan was het vandaag niet zo ver gekomen toch. En daarom zeg ik, ik speel open kaart. Ik heb gevraagd dat het onderzoek opnieuw begint. Ik ga niks onder stoelen of banken schuiven. Gil mina mafoep ching, ik ga dat soort dingen niet doen. Ieder die me kent, weet hoe ik in elkaar zit. De meeste mensen die zo fel hebben gereageerd, zijn mensen die bij mijn poort zijn gekomen om ze te helpen met de oppas, want ze kunnen geen andere oppas betalen. Dat idee maak je me gelijk met de vloer. Gaan we dat doen? Vrouwen onderling? Dat heeft me wel gehinderd, ik ga eerlijk zijn. Vrouwen halen vrouwen neer. Waarmee zijn we bezig? Weet je, ik vind, als je wilt weten wat er is gebeurd, pas hoor en weder hoor toe. Dan ben je zeker, dan kan je een reactie plaatsen. Maar begin geen reactie te plaatsen als je niet weet hoe de vork in de stoel zit. Is er tot slot nog iets dat u wil zeggen? Ik bied nogmaals mijn verontschuldigingen. Janice en de familie van Janice en de ooms van Janice die vandaag weer een post hebben geplaatst. Ik ken u niet, maar de manier hoe u nu omgaat met dingen op social media, ik wil u heel erg vragen om ermee op te houden. U bent een man. Gedraag je als een man. En de mensen die zo fel hebben gereageerd, dank je wel. Tante Blunder, het is een les voor mij. Het moet ook een les zijn voor alle oppastehuizen. Ik betreur eigenlijk hetgeen wat er is gebeurd. Het mag nooit meer gebeuren. Dat is wat ik wil zeggen. En mensen die die post hebben, zoveel keer hebben gedeeld binnen seconden, wil ik ook vragen om deze post ook te delen. Ik ben niet stoer, maar ik hou van eerlijkheid. U hoorde mevrouw Aiduna Emanuelson. Zij is dus degene om wiens crash het gaat. Maar ze benadrukt tijdens het interview dat zij dus niet ter plaatse was. Dat is trouwens ook aangegeven door de moeder van Seth Benwari. Zij heeft daar verontschuldigingen aangeboden. En eigenlijk hoopt ze ook dat hiermee deze zaak toch een beetje tot de eind komt. Ondanks het onderzoek nog steeds gaande is. Want dat heeft ze dus ook aangegeven. Ze heeft daar ook zelf om gevraagd. We blijven het volgen. Dit was Gil Eik, Sunweb TV.